goed zo. Nou, je bent goed gedaan, ja? Ja. Een bijbaan in een kledingwinkel, bij de kapper of een supermarkt. Voor kinderen met een verstandelijke beperking is dat niet zo vanzelfsprekend. Vandaag konden ze het in de Ovelia-laan in Alsmeer ervaren. Waar zou jij nou het allerliefst werken? Jumbo. Ja? Bij de supermarkt? En waarom? Het is leuk. Hij vindt het echt super, super leuk. Dus deze kans krijgt hij normaal gesproken natuurlijk helemaal niet. Dus ja, hij geniet gigantisch. Met het evenement Downtown Ovelia bieden ondernemers aan hen voor één dag een stageplek aan. Het doel is deze mensen een kans te geven om winkeliers te laten zien dat deze mensen heel veel werk uit handen kunnen nemen. Dus dat ze best wel vaker aan het werk kunnen komen. Lekker man. Hoe was het? Geweldig. We horen allemaal in één maatschappij, dus dat moet gewoon een beetje wat meer gehusseld worden. Word ik met het shirt, wordt het netter. Heb je zelf ook al iemand aangenomen? Nee, nog niet. Maar ik ga er zeer zeker over denken. Misschien op een zaterdag of een halve dag of wat dan ook, wat ze leuk zou vinden, bestaat de mogelijkheid er wel. Laurens is het bewijs dat het evenement ook echt iets op kan leveren. Hij hield er vorig jaar een baantje aan over in restaurant O. We gaan broccolisoep maken. Ja. Au. Maar vandaag staat er bij de snelkassa in de supermarkt. Wordt u zeer zeggen erbij? Ja, dat spaar ik ook. Ja. Nou, we hopen gewoon dat ondernemers in Nederland zien wat er vandaag in de Ovelia-laan gebeurt. Dat mensen met een beperking echt veel meer kunnen dan dat wij denken. Zij hebben ook talenten. Ga je hier nu ook een baan aan overhouden, denk je? Ik denk het wel.